Voor de uiteindelijke uitslagen moest ik me melden in Amsterdam, in het AMC. In het AMC heb ik gemerkt, zie je het leven en het lijden tot een heel kale essentie teruggebracht. Zo zat ik daar in een wachtruimte tegenover een mevrouw. En die mevrouw vertelde mij dat haar man haar ziekte niet aankon en dat hij het op een zuipen had gezet. Ja, echt waar, meneer, zei ze. Hij zuipt en hij zuipt en hij zuipt. Nu was het gênante dat haar man naast haar zat in die wachtruimte. En om de stemming toch nog een beetje luchtig te houden, zei ik, ja, maar hij heeft vast een heel goed hart. Dat heeft hij zeker, zei ze, anders was je lang door geweest. Jawel, maar dit heb ik dus niet bedacht. Dit soort dingen hoor je werkelijk in het AMC. En ondertussen kletterde de regen maar op het glazen dak van het ziekenhuis. Het was bouwvakvakantie. En een van de patiënten zei, nou, je zult maar met het weer in een tentje zitten. Ik zei, nee, dan kun je beter in het AMC zitten. Ik werd geholpen door een zogeheten bloeddokter. Ga maar even rustig zitten, zei de dokter tegen mij, want ik moet u slecht nieuws vertellen. Slecht nieuws. Ik had wel eens gehoord dat een slecht nieuwsgesprek het moeilijkste onderdeel is van het werk van een arts. Dus ik stelde hem een beetje op zijn gemak. Ik gaf hem een sigaretje. Ik legde een pakje tissues klaar. Nou, toen kwam het hoge woord er wel uit. Je hebt, zo zei de dokter, chronische lymfatische leukemie. Dat van het leuke wist ik wel. Maar dat ik dat andere ook in mijn hart wist ik eerlijk gezegd niet. Dus ik zei, dokter, ik weet niet eens wat het is. Ja, zei hij, het is kanker. Ik zei, wat raar, ik heb nooit kanker. Nee, zei hij, ja, nou wel. Het is bloedkanker, maar, zei de dokter, het is een milde vorm. Oh, gelukkig. Dus je gaat er niet door aan. Jawel, je gaat er wel door aan. Jawel, maar het geeft een goede kans op genezing. Nee, het is ongeneeslijk. Ja, dus het is ongeneeslijk en je gaat er door aan. Ja. Astma miltis. En dat was het wel. Het was wel mild. Ik zei, oh, gelukkig. Ik schrok al. Maar dokter, misschien een rare vraag, maar wat is er dan eigenlijk zo mild aan? Nou, zei hij, het kan nog wel een hele tijd duren voor het zover is. Oh, dus ik haal mijn pensioen wel. Nou ja, dat was nou ook weer niet de bedoeling. Ja, nee, maar dat heb je met die patiënten, hè. Je geeft ze verdorie één vinger en ze pakken de hele hand. En ik ben daarop, dus blijkbaar geen uitzondering. Nee, zei de dokter, er staat zo'n 10 tot 15 jaar voor. Maar ja, het kan ook zo opeens in 2 jaar al afgelopen zijn. Ik zei, 2 jaar al? Ja, zei hij, ik kan het niet beloven natuurlijk. Maar theoretisch gezien zou dat ook kunnen. De dokter keek me opeens heel indringend aan en hij zei, als je zo'n bericht te horen krijgt, dan kijk je opeens heel anders tegen het leven aan, hè? Maar als ik heel eerlijk ben, dames en heren, was dat bij mij toch niet het geval. Nee, ik had het leven altijd al beschouwd als een ongeneeslijke ziekte waar je uiteindelijk door aan gaat. Ja, en ik heb ook al een heel leven achter de rug. Een leven waaruit ik ook nog eens, vind ik, het dubbele haal van wat een normaal mens eruit haalt. Ja, wat een normaal mens in een jaar drinkt, drink ik in een half jaar. Of ik dan psychologische begeleiding wilde, maar dat wilde ik niet. Want psychologen zijn niet gewoon gek, die hebben er nog voor geleerd ook. Ja, ik weet dat, want ik heb zelf psychologie gestudeerd. Ik ben ermee gestopt toen ik erachter kwam dat een psycholoog heel vaak iemand is die aan de verkeerde kant van de tafel zit. Dus ik hoefde geen psychologische begeleiding. En zoals ik al zei, ik had het niet echt het gevoel dat er door dit bericht werkelijk iets aan de wereld was veranderd. Dat gevoel kreeg ik gek genoeg wel even later op de gang van het ziekenhuis. Ik kreeg daar op de gang van het ziekenhuis een ervaring waar ik nogal van schrok. Of ik schrok van mezelf, laat ik het zo zeggen. Want ik zag er op die gang van het ziekenhuis een stokoude man lopen die volledig dement en met een incontinentieluier om een rollator aan het verplaatsen was. Tot dan toe, dames en heren,
vervulde zo'n beeld mij altijd met een intens medelijden. Maar nu dacht ik opeens tot mijn stomme schrik en verbazing... Hey, bofkont. Ja, dat wil ik ook wel. Zo enorm oud worden dat ik volledig dement en incontinent niks beters weer te doen... dan de hele dag een rollator lopen te verblazen. De man voelde dat ik naar hem keek. En hij zei, ja, oud worden is niet makkelijk. Ik zei, nee, dat heb ik net gehoord. Maar u bent wel oud geworden. Ja, maar oud zijn is helemaal niet makkelijk. Ik zei, nee, en erover klagen wel, ouwe Marcel Pik. Nou, zo kende ik mezelf totaal niet. Dus daar schrok ik behoorlijk van. Maar voor de rest was er nog niet zo gek veel aan het leven veranderd. Bij de balie nam ik nog een folder mee over CLL. Zoals de afkorting officieel luidt. En in die folder stonden de symptomen van mijn aandoening nog eens netjes op een rij. Moeheid, keelklachten, opgezette lymfeklieren en een uitgedroogde vagina. Niet alle klachten herkende ik zo 1, 2, 3 onmiddellijk. Maar ja, dacht ik, ik begin nog maar net. En de dokter zal het toch ook al beter weten dan ik. Ja, dat laatste zit een beetje in de familie om zo te denken. Ja, mijn opa lag op sterven en op een gegeven ogenblik zei de dokter, ja, hij is overleden. Waarop mijn opa zijn ogen opsloeg en zei, ik ben nog niet dood, hè? Waarop mijn oma zei, al toe stil, Wilm, de dokter zal toch al beter werden dan zie. Hè? Dus dat zit ik wel een beetje in de familie. Maar toen kwam echt het moeilijkste van alles. Dit bericht vertellen aan mijn vrouw. Ik besloot om gelijk met de deur in huis te vallen. Ik heb zojuist bericht gekregen van het ziekenhuis. En wat ik heb is chronische lymfatische leukemie. Ach, wat raar, zei ze. Jij hebt nooit chronische lymfatische leukemie. Ik zei, nee, maar nou wel. Ze viel eerst een tijdje stil, trok toen wit weg en stotterde, hoe kan dat nou? Ik zei, ja, dat weet ik ook niet. Volgens deze folder moet de oorzaak worden gezocht in een combinatie van factoren. Ze zei, ik kan me niet voorstellen dat het alleen maar een combinatie van factoren is geweest. Er moet meer achter zitten. Ik zei, nee, nu draaf je een beetje door. Het is echt alleen maar een combinatie van factoren geweest. Dit is een officiële folder van het ziekenhuis. Daar zetten ze toch geen onzin in. Hoe zeker is het, vroeg ze. Ik zei, ja, op dit moment is het 99,9% zeker. Oh, dus het is maar de vraag. Ja, maar dat is typisch voor die naasten. Hè? Je geeft ze 1 strohalm en ze pakken verdorie de hele baal. En die hoop mag je ze nooit afpakken. Nooit. Dus ik zei, nee, dat klopt. Strikt wetenschappelijk gezien is het nog niet 100% zeker. En statistisch gezien is het ook nog eens zo dat jouw rijstijl een lagere gemiddelde levensverwachting schept dan al die kankercellen van mij bij elkaar. Ach ja, zei ze toen. Zo moet ik het ook maar gaan bekijken, denk ik. Ja, ik bedoel, ik kan morgen wel met mijn auto tegen een boom aanrijden. Ik zei, precies, hoop is er altijd.